Iets meer dan een jaar is Ank Bijlenveld. Waarnemend burgemeester van Almere. En haar taak zit er bijna op. 8 maart wordt de nieuwe burgemeester Hein van der Loo, nu nog burgemeester in Zwijndrecht geïnstalleerd. Het is dus tijd om terug te blikken, maar ook vooruit, want. Elke uitdaging. Uh, want welke uitdagingen staan Almere de komende tijd te wachten? Ja, mevrouw Bijleveld, dus fijn dat u bij ons bent uh, ja, voor de laatste keer. We, we. schrijven in ieder geval keer. in deze functie. Ja. Uh, uh, voordat u begon in Almere, toen hebt u, uh, hebt u eerder verteld, bent u ook even rond gaan kijken in de ja. stad om te zien: ja, waar, waar begin ik aan? Uh, wat, wat kreeg u toen voor indruk? Nou, eigenlijk dat het, dat het een, een, een veel groenere en ruimtelijker stad was dan ik dacht, eigenlijk, als, uh, als, uh, als beeld. Uh, dus uh, uh, ja, dat. En uh, ik, ik, uh, ik, ik ben er dus rondgereden. Wat ik, wat ik uh, eigenlijk niet zo voor ogen had, was dat je al die vrijliggende fietspaden en die, en die, vrij, die autowegen had, waardoor je ook niet mag afrijden in Almere. Ja. Daar was ik me totaal niet van, uh, van bewust. En dat het natuurlijk heel snel gegroeid is. Dat, dat zie je ook aan. Uh, uh, aan alles en ja en dat het ver uit elkaar ligt dus dat is ook grote ja ik wijs het nu aan maar dat ziet niemand op de radio uh, uh, dus grote maar de ligt wel ver, weten, die ver ja. uit ja. elkaar uh, ja, ja, ja. ja we hadden net een bijeenkomst met uh, burgemeesters nog in Almere want die wilden graag langskomen met burgemeester van Newtowns dus ze zoeten meer en, en is een waardkapelle aan de IJssel. Uh, en die, die zeiden ook, jeetje, het is echt ver uit elkaar, uh, die stadsdelen in Almere. Ja. ja, is dat eigenlijk geslaagd? Want u bent er echt, als buitenstaander kunt u daar natuurlijk eens even uw ogen over laten gaan. Uh, wat bedoelt u met geslaagd? L nou ja, dat, van die stadsdelen die zo ver uit elkaar liggen, die dan nou wel ja, één kijk, stad moeten vormen. Dat, dat is een grote uitdaging. Uh, kijk, je ziet, dat, dat geeft specifieke vragen. Kijk, ik denk dat wel geslaagd is dat je diverse, diverse delen hebt... En dat je dat groen hebt en dat je uh, dat, je dat, dat ja, eigenlijk dat landelijke met dat, met dat fietsen, uh, dat je dat uh, hebt, dat, men, dat weten mensen eigenlijk uh, niet. Maar het geeft ook uitdagingen. Het stadcentrum is natuurlijk pas een jaar of tien geleden erin ge gebouwd. Uh, je ziet dat er ook in, in natuurlijk die stadsdelen uh, winkelcentra zijn. Dus mensen oriënteren zich niet altijd. Die, Oriënteren zich natuurlijk op hun eigen stadsdeel. En je ziet dat er de verbindingen. daar moet je echt aan werken. Daar moet je als, als stadsbestuur ook aan, uh, aan werken. Dus dat, dat is wel iets wat echt, echt aandacht voor. Je moet op pad gaan om contact te hebben met de mensen. En je moet ook naar die buurten en naar die delen, stadsdelen toe gaan. Dat vind ik zelf in ieder geval erg belangrijk. Ja. Er werd best wat van u gevraagd toen u als ja. waarnemend burgemeester begon in Almere. He, het moest op stelling sprong. Frank Weerwind ja. was minister geworden, dus moest ineens een waarnemer worden benoemd door de commissaris van de Koning. U kreeg ook een speciale opdracht mee. Wat ja. was de kern daarvan? Nou ja, uh, rust brengen uh, en houden, verkiezingen fatsoenlijk organiseren, Floriade-evenementenvergunning uh, uh, afgeven en uh, ook meewerken Aan de regio-deal samen maken we Flevoland. Ja, nou vervolgens moest er ook nog ineens Oekraïnse vluchtelingen worden opgevangen. Dat de oorlog. Uh, ja. Uh, ja, wie drak? had het kunnen denken? Deze week is natuurlijk één jaar geleden. Aanstaande vrijdag is dat zo, 24 februari. Dat uh, uh, Poetin uh, Oekraïne binnenviel. En dat gaf opeens een hele nieuwe vraag. Dat betekende dat we eigenlijk. dat we ook nog in de crisismodus bleven als burgemeesters. Ik ben dan ook de voorzitter van de veiligheidsregio. Ja. En ik ben denk ik in dit jaar bijna iedere maandagavond. naar. Utrecht getogen, waar we met het veiligheidsberaad onder leiding van Hubert Brulstam bij elkaar kwamen, waar we eerst nog een staartje corona hadden en daarna gingen we gelijk over in opvang van Oekraïners. Hoe kunnen we dat doen? En ook uh, crisis noodopvang voor asiel natuurlijk. Dus we hebben heel veel overleg uh, gehad ook in dit jaar met uh, minister van Justitie, uh, met de staatssecretaris, natuurlijk Erik van den Burg. En ja. ook uh, met de minister van, uh, van Wonen. En ik vind zelf echt dat we daar in Flevoland. Hè, ik spreek dan nu even niet voor Almere, maar voor Flevoland. Echt een, echt wel een goede prestatie hebben geleverd. vervangen. Echt veel meer asielzoekers op dan, uh, dan in andere gebieden, in grote zin. We hebben ook veel voor zo'n kleine veiligheidsregio, echt veel Oekraïners opgevangen. In, uh, in Almere hebben we natuurlijk het Alnovum verbouwd uh, daarvoor. En we hebben nu bijna uh, 200 woningen aan, uh, op het 3K-nesterij, noem ik dat maar, maar uh, uh, die we kunnen openen. Dus we hebben echt, echt veel mensen opgevangen. En, ik vind dat wel knap dat we dat met, met zes ja. gemeenten hebben gerealiseerd. Ja, goed. Dat was dus één vraagstuk waar u ja. uh, gelijk voor gesteld werd. Als u het hele jaar bekijkt, hè, wat ja. vond u het lastigst ja. om, uh, om op te lossen? Om op te lossen. Uh, nou, wat, uh, nou, om op te lossen. Uh, kijk, ik ben heel, op zich wel heel erg doelgericht, uh, altijd. Uh, dus, dus om op te lossen, uh, niet. Wat, wat ik wel lastig vind, is dat, dat we in. Kijk, we hebben natuurlijk van alles meegemaakt. Hè. De, de, de Floriade was natuurlijk geen makkelijke, makkelijke, makkelijke tijd. Wat ik ingewikkeld daaraan vind, is dat. Het was prachtig. Hè. Het is een mooi evenement. Ik heb uh, om Flevoland er ook vaak gesproken op het, uh, op het terrein, uh, maar dat is zoveel polarisatie de dat toch heeft uh, gebracht en dat is niet uh, niet niet makkelijk oplosbaar. Hè? Dat dat is ja. echt iets van lange adem om om dat weer tot rust te brengen in uh, in de stad. Uh, dus dat is best wel een lastige vraag toch ja. voor Almere. Ja. De, de de als je naar de Almere's kijkt, dan je zou misschien kunnen zeggen uh, met al die kritiek die er op de Floriade was van een deel van de inwoners, uh, zijn mensen. Te kritisch soms nou ik vind dat het hele ik, uh, hele het politieke systeem was er natuurlijk heel kritisch op hè. in het uh, en ik, ik vind mensen wel iets te kritisch inderdaad op de op de floriade want ik heb ook heel veel vrijwilligers gesproken die echt trots waren op de Floriade. Die, uh, nou, u, u heeft die vast ook ja, uh, zeker, ja. uh, gesproken. Maar ja. goed, de nee, een sluit het andere natuurlijk niet uit. Nee, de he. een sluit het ander niet uit. Dat dus er ook het, mensen kritisch zijn. Het zijn beide dingen die in de stad zat. En, en ik heb dat eigenlijk zelf uh, nooit ontkend. Uh, dus dat, dat die twee kanten er waren... heb ik ook eigenlijk van het begin af aan uh, benoemd. Dat, dat is dan ook wel positief uh, bejegend door mensen... dat ik die twee kanten steeds heb uh, genoemd. Maar zoiets kost natuurlijk uh, zeg maar, uh, van polarisatie weer weg... Maar we moeten samen voor de stad staan. Dat kost natuurlijk tijd om dat voor elkaar te krijgen. Ja, ik kan me voorstellen dat dat nog best wel een uitdaging ja. is. Daar had, had u natuurlijk ook al mee te maken. Um... Ja, dat, dat, dat los je ook niet 1, 2, 3 op. Nee, ik denk, weet je, zulke soort zo dingen los je sowieso niet 1, 2, uh, 2, 3 op. Iets wat lang gegroeid is, daar moet je, heb je ook tijd voor nodig om gewoon eens rustig met mensen te praten. Dus te kijken wat willen we nu samen met de stad. En ik denk dat een van de punten waarvan ik vind dat er echt wel nog beter aan gewerkt kan uh, worden, is dat raad en college samen nadenken over welk, wat voor stad willen we nu zijn naar, uh, naar de toekomst en wat hoort daar allemaal bij. Ook een beetje af van de. Van de Baan van de dag, meer op de bal spelen en nadenken over. Wat willen wij uh, met de Almere als je kijkt naar uh, 2050 bijvoorbeeld. Hè? Uh, wat voor stad moeten we dan zijn? We zijn we, je, je bouwt. Dat vind ik ook wel weer het interessante aan Almere. Het is natuurlijk een nieuwe stad. En je bouwt eigenlijk ook een samenleving met elkaar. En dan moet je nadenken over wat, wat voor verbindingen moet je hebben. Hoe moet je kijken naar uh, vrijwilligers, naar voorzieningen, et cetera. En dat is niet altijd makkelijk. Tot slot, uh, voor dit blok. Bent u van Almere gaan houden? Ja, ik ben er wel een beetje van gaan houden. Ik, het was voor mij een beetje onbekend, onbekend uh, zeg maar, uh, 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 gebied. Een beetje ingeklemd ook voor, uh, voor mijn gevoel. Ik kende als commissaris in de overheid natuurlijk de andere kant van de provin provincie veel beter, hè? Noord Oostpolder uh, Droente en Urk, omdat die op de regio Zwolle waren uh, en nog steeds zijn georiënteerd, maar ik ben er wel een beetje van gaan houden. Ja. Ik vind de mensen vooral heel leuk, open, open directe. Mensen, uh, waar je ook echt wel even het gesprek mee aan kan gaan. Bijleveld stopt op 1 maart aanstaande als waarnemend burgemeester in Almere. Dan wordt uh, Heijn van der Loo geïnstalleerd als nieuwe burgvader. Ja, ze is nog steeds bij ons, uh, mevrouw Bijlenveld. Uh, ja, uh, we hebben natuurlijk in het vorige deel van het gesprek al uh, wat dingen behandeld. Het is wel echt best een tropenjaar geweest. Het was hard werk hoor. Zeker. Ja, ja, nou, het is zo, u bent ja. er natuurlijk wel wat gewend. U bent uh, uh, burgemeester uh, in, uh, in, in Twentestad uh, geweest, commissaris van de Koning in uh, Overijssel. Overijssel, minister van Defensie. Bedoel, uh, uh, vergelijk dat dus is. Uh, was, was dit dan een zwaarder jaar? Nou, minister van Defensie is een niet te onderschatte baan, uh, denk ik. Maar ik vond, het was best wel een zwaar jaar. We moesten echt hard werken. We hebben natuurlijk van alles meegemaakt. Hè. We hebben net een paar uh -huh. dingen benoemd. Maar ook in de politiek is natuurlijk heel wat uh, gebeurd uh, in Almere. Je bent natuurlijk als burgemeester voorzitter van de veiligheidsregio. Ook voorzitter van het politiedistrict. Waar we natuurlijk ook ja. wel het nodige te verhapstuk hadden. En er zijn echt hele mooie dingen gebeurd. Ik vind het echt heel knap dat we. Samen met de provincie voor, uh, voor het meer dat we echt zoveel geld hebben uh, binnengesleept. Ja, dat is voor de infrastructuur. Het, hè? Ja, voor de infra. Oh ja, sorry, dat had ik moeten zeggen. Meerjarenplan infrastructuur. Uh, voor de infrastructuur van, uh, uh, van, uh, van Flevoland en van Almere. Maar echt meer. Het grootste bedrag sinds 2013. Daar heb ik samen met Jan Reus aan over, uh, over onderhandeld. Ja, dat vind ik toch knap dat dat is uh, gelukt. We hebben nu net nog uit de regio deal weer 18,2 miljoen gekregen van uh, middel onze zaken, ook voor meer de... de de onderwijskant, de investeringen in, uh, in de stad. Ja, dat zijn, dat zijn ook wel weer mooie dingen. Ja, heel prettig, want u had natuurlijk een goed Haags netwerk. U kwam er echt vers vandaan. Ja, zeker. En in in, in de onderwerpen zeker. die u noemde, dat, maakte het dat helpt, het makkelijker om dingen het helpt, voor elkaar te krijgen. Het helpt zeker natuurlijk als je de mensen, mensen, uh, mensen ook kent. Het eerste waar ik toen, ik, dat herinner ik me nog wel, mee begon. Het was al een gesprek wat er al langer was. Uh, even afgezien van wat er is gebeurd in de Oostvaarderskliniek. Uh, was dat we daar al jaren vroegen om meer extra uh, Agenten. En uh, daar heb ik toen de onderhandelingen uh, ook samen met vrouwtje de Jong over uh, gedaan. En ja, toen kende ik die mensen waar ik mee sprak, omdat ik daar een paar weken daarvoor nog mee aan de andere kant van de tafel zat. Dat praat toch allemaal wat net wat makkelijker. Ja, ja. ja. ben ben je eigenlijk bezorgd over de veiligheidssituatie in, uh, in Almere? Want uh, ja, de, 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 de politiechef heeft daar niet zo lang geleden toch nog wat he, overal ja, over jonge criminelen ja, wat wat alarmerende uitspraken gedaan, zou ik ja, maar zeggen. Nou, jonge uh, jonge aanwas, jonge criminelen, jongeren die in criminele carrière. Terechtkomen. Dat is echt wel een, een probleem van, uh, van Almere. Van meerdere nieuwe steden is dat uh, zo. Onze bevolking is natuurlijk ook relatief uh, jong. Maar je ziet dat hier uh, toch, ja, ik noem het dan maar kinderen, maar dat geloof ik mag niet altijd meer. Maar gewoon 13, 14, 15-jarigen uh, allemaal drugsgerelateerd in de criminaliteit uh, terechtkomen. Uh, nou, hij waarschuwde: straks komen de nieuwe taggies. Kom je hier vandaan? Ja, nou ja, laten we hopen dat we dat kunnen, kunnen voorkomen. Hè? Want we hebben natuurlijk in beeld uh, uh, dat dit uh, gebeurt. Maar het is wel een heel specifiek uh, probleem. En als je daar niet wat aan doet, uh, dan is het natuurlijk wel zo... dat, dat deze jongeren uh, wat automatischer in criminele carrières uh, terechtkomen. En als je natuurlijk kijkt wat er is gebeurd met uithalers in Rotterdam... nu weer een aantal veroordeeld. Hè, dat zijn toch allemaal jongeren die uit Almere komen. Dus we moeten daar echt specifiek op investeren. Dat hebben we ook gedaan in, uh, in het probleem plan van aanpak veiligheid dat we hebben gemaakt we hebben onderzoek gedaan naar wat wat is het nou wat 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 zien we nu uh, ja dan dan is de de sociale structuur helpt ook niet we hebben veel eenouder uh, gezinnen echt veel uh, uh, veel echt Jongeren, ook in, in onze stad, van de, uh, meer dan 30 procent is onder de 25 ja. jaar... met een laag inkomensniveau, met, met schulden. Die ja, dus da, da, daar kan je betrekkelijk weinig aan doen, denk ik, als gemeente. Makkelijk beïnvloedbaar zijn ja. voor, uh, voor, uh, voor door mensen uh, die ze aan het snelle geld willen helpen. Daar kan je wel wat aan doen, hè, door, door goede sociale infrastructuur te bouwen... door aan preventie te werken, maar ook wel door uh, goed... Uh, goed repressief op te treden. Dus je moet die beide kanten moet je echt uh, wel oppakken en goed in beeld brengen. Ja. Zo ook nog even kijken naar de stad uh, zoals hij er nu voor staat, zoals u hem als het ware achterlaat voor uw, ja. uh, uw, uw opvolger Heij van der Loo. U, u zei het al, het is misschien verstandig als Almere uh, ja, een, een duidelijk beeld uh, schetst van zijn eigen toekomst. Ja. Uh, ik vroeg me ook af na, naar de Floriade. We hebben wat natuurlijk, daar hadden we het net over, veel discussie heeft opgeleverd. Loop je ook niet het gevaar dat de, uh, dat de stad toch wat, wat kopschuw wordt? Hè? We hebben de Recent hmm. gezien dat het college zegt: Nou, dat, dat kunstmuseum M dat zetten we op een laag beetje, He, dat, dat, dat je nieuwe ontwikkelingen niet zo makkelijk meer aandurft. Ja, maar dat zijn dan een grote ontwikkelingen. In, uh, in dit geval, het college heeft er ook wel bij gezegd: Natuurlijk, dat kunst en cultuur een belangrijke voorziening ook is voor de stad. Ook als je kijkt naar het, uh, naar het onderwijs. Uh, nou ja, uh, ik bedoel niet per se zoeken grote stambeelden bouwen, zeg maar. Uh, in dit uh, geval als metafoor. Maar nadenken over wat voor stad willen we zijn. Uh, Want waar liggen de kunstbeelden? Uh, dus je bouwt, je bouwt niet alleen uh, woningen. Hè? We moeten nog ja. veel woningen bouwen. We zijn nog steeds een groeistad. Maar dan moet je ook zorgen dat er goede voorzieningen bij zijn. Dat er goed onderwijs is. Dat er, uh, dat er, dat er goede gezondheidszorg uh, is. Dat er een goed verenigingsleven uh, is. Dat... Ja, maar goed. Daar is iedereen natuurlijk wel voorstander van. Ja, maar, lijkt maar, dat, me daar, ja, maar daar moet je dan wel over nadenken. Hoe doe je dat dan? Waar ja. plan je dat dan? Uh, wat wil je groen houden? Dat gesprek over wat betekent dat? Is dat inderdaad een museum of is dat hey, wat anders? Daar uh, moet je het met elkaar het, uh, over hebben. En er zijn natuurlijk prachtige parels ook in Almere om trots op te zijn. U, uh, uw omroep was ook aanwezig afgelopen zaterdag bij uh, het ISO en het afscheid van Hans Wellen, uh, die denk ik terecht een onderscheiding kreeg. En dat is ook in, in 35 jaar is er natuurlijk zo'n orkest gekomen. En daarom zeg ik, je moet iets langer vooruit kijken. Uh, want sommige voorzieningen hebben meer tijd nodig om echt op te bouwen. Betekent het ook dat je. Uh, ja, uh... Je huid duur moet verkopen in Den Haag om, om, om dingen binnen te halen. U kent natuurlijk een beetje beide kanten van de onderhandelingstafel. Ja, ja nee, zeker. Je moet, ja, je, moet, uh, je moet iets bieden aan Den Haag. Uh, uh, maar ook kijken waar de kansen, waar de haakjes zijn om iets op te halen. Dat moet je altijd, je moet het altijd samen laten gaan. Ja, ja dat snap ik. Uh, ja, dan. De... Dan moet je zorgen dat, dat op het moment dat er net, weet ik veel, een kazerne nodig is of zo. Dan moet je zeggen: van, Oh, we hebben ruimte of zo. Ja, bijvoorbeeld dat zo... Als, je, als, je dat, als je werkgelegenheid nodig zou hebben. En meer mensen hier naartoe zou willen halen. Want zo'n kazerne brengt natuurlijk ook de noden. Daar weet, toevallig weet ik van die kazernes, weet ik dan wel wat. Uh, brengt natuurlijk ook werkgelegenheid deze, deze kant uh, uh, op. Maar niet, uh, niet alleen. Dan moet je kijken: willen wij dat ook hebben? Hè? Kijk, natuurlijk is er voor ons een grote bouwopgave nog. Maar daar hoort eigenlijk ook wel een goede je onderwijsinfrastructuur bij. Dus je moet nadenken over... Uh, hebben wij eigenlijk wel een goede doorlopende leerlijn? Moeten we ook geen universitair onderwijs hebben in onze stad? Hebben we goede mbo? Maar is dat een begaanbare dat weg? Zijn... Ja, dat zijn wel begaanbare wegen. Maar die zijn allemaal in lange lijnen, moet je die uitzetten. Ja. Wat zou er nou het meest bijblijven... als u uh, ja, straks terugdenkt aan Almere? Nou, vooral de mensen. De, de mensen die, uh, die heel open je aanspreken. Als je gewoon rondloopt op de, op de markt... Uh, die uh, misschien is een beetje Amsterdamse zien. In ieder geval niet echt ja. wens, zeg maar. Uh, die, daar kon u wel aan wennen. Uh, oh ja, ik kon er goed tegen hoor. In het, die daar, uh, uh, ik had heel lang in Den Haag gewerkt, dus daar, daar zie je dat natuurlijk ook wel. Uh, die, uh, die heel open aanspreken uh, en, en toch ook wel uh, de prachtige uh, voorzieningen in de mooie groene stad. Heb u nog een goede tip voor uw opvolger? Ja. Ja, ga gewoon naar buiten. Ga rondlopen. Uh, uh, wees aanraakbaar, heb ik dat uh, genoemd. Want ik denk dat daar zit Almere, daar, wa daar, daar wacht Almere uh, wel, uh, wel op. Kijk. Ik wist natuurlijk altijd dat ik tijdelijk was, niet voor hoe lang, dat wist ik uh, uh, nooit. Ja, als je het geweten had, uh, uh, ja, het is best wel lang. hè? <lacht> <lacht> nee, ja, dat, ja, dat, dat, dat weet je nu. Ja, wat als vragen, dat beantwoord ik eigenlijk nooit, dat heb ik geleerd in het leven. Hm. Uh, maar uh, 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 ga naar buiten, ga op pad. Ik denk dat het ook een sterke kant is van, uh, van de nieuwe burgemeester. Dus uh, maak kennis met, uh, met de mooie mensen. En wat gaat u nu doen eigenlijk? Ja, ik ga uh, ik word voorzitter van het pittel Civiele Orde. Dat uh, dat is een klein hoog college van staat die uh, de lintjes uitreiken ja. Oké, okay, dus uh, de extra lintjes straks in alweer. <laughs> <laughs> ik zal met speciale aandacht naar kijken. Goed. Nou, heel erg bedankt en uh, nou ja, succes verder.